Maar wij, zeker als provincie, opdrachtgever, met al onze partners zijn er echt van overtuigd dat het ook een groot impuls kan zijn voor de recreatie en toerisme, ook in dit gedeelte van de provincie. Ik denk dat wij veel te verwachten hebben, dat we veel gaan meemaken van de bouw en dan zullen we straks zien wat het oplevert. En ik hoop dat we die woorden ook van Vincent van Gogh nog zullen herinneren, dat we er vol van zijn en het ook vertellen aan elkaar wat er hier in Wijdenveen met die prachtige schaapskooi allemaal te zien is. Dat mag er even aan de burgemeester. Dankjewel. Maar tegelijkertijd is dat ook wel een hele mooie magneet, omdat kinderen dan ook wel heel snel in staat zijn om te zien wat dieren kunnen betekenen in de natuur. En dat vervolgens ook voor heel veel mensen dat ook weer een hele mooie binnenkomen is voor een prachtig stuk natuurterrein. Dus in die zin ook vanuit de gemeente Emmen zijn we heel tevreden over het feit dat de schaapskooi nu gerealiseerd wordt. We weten met elkaar dat dat heel veel publiek zal trekken. En tegelijkertijd weten we ook dat daarvoor ook het achterland, het Dwarrenveen, weer steeds bekender wordt bij een groter deel van de mensen. En dat is heel goed voor de toerisme en de recreatie.